Mijn naam is Hans de Boer, ik ben fysisch antropoloog. Een fysisch antropoloog is iemand die onderzoek doet naar anatomische verschillen tussen mensen. En ik ga jullie iets vertellen over een schedel van het Leids Universitair Medisch Centrum uit de Gouden Eeuw. Dit is een hele interessante schedel, er is veel over te zeggen en veel aan te zien. Die schedel is al heel oud, hè? Dit is ruim 4 eeuwen oud en die is in de inventaris van Petrus Pauw aangetroffen. Dat was een van de Leidse anatomische hoogleraren, een van de eerste. Die was heel beroemd. En die schedel is gebruikt om anatomische les mee te geven. Omdat die schedel, daar werd van gezegd, dat die exemplarisch was voor mensen van Turkse of Moorse afkomst. Daar is aan te zien dat hij een hele dikke schedel heeft, een heel dik schedeldak. En die behoort volgens de overlevering aan de knecht van de heer van Batenburg. Er is nu helemaal geen wetenschappelijk bewijs dat mensen van Turkse afkomst of uit het Midden-Oosten, of wat voor verschillende mensen dan ook, dat invloed heeft op de dikte van je schedel. De dikte van de schedel wordt beïnvloed door heel veel verschillende variabelen, maar afkomst, dus waar ter wereld je vandaan komt, heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Het idee is dat het meer een normale variatie is, hè, dat deze man toevalligerwijs nu een dikke schedel heeft. Als je naar die schedel kijkt, zie je niet alleen dat hij een heel dik schedeldak heeft, maar ook dat hij heel erg beschadigd is. En als je dat afzet tegen het verhaal van Petrus Pauw zelf, waar het wordt gezegd dat die man zijn hoofd is ingeslagen met een koevoet, dan merk je dat dat misschien helemaal niet zo waarschijnlijk is. Als je iemand zijn schedel inslaat met een koevoet namelijk, geeft dat een hele specifieke wond. En als je naar de beschadigingen op deze schedel kijkt, dan zie je dat het veel meer een soort scherpe sneden zijn, waarbij het dus eigenlijk veel waarschijnlijker is dat deze man door een scherp voorwerp om het leven is gekomen. Het is dus een zogeheten preparaat. Als we iets interessants tegenkomen, zowel in de pathologie, maar ook bij de anatomie, en er is toestemming om dat te bewaren, dan doen we dat vaak ook. Als je naar deze schedel kijkt, zie je dat dat ook gebeurd is. Hij is niet gefixeerd of iets dergelijks, want dat botmateriaal blijft toch wel goed. Er is een heel mooi voetje opgemaakt dat precies past. En om die schedeldikte te laten zien, zie je dat Petrus Pauw zelf eigenlijk een wig aan de voorkant eruit gehaald heeft. En dat heeft hij met hele kleine schroefjes en hele kleine haakjes heeft hij dat precies zo gemaakt, zodat het er mooi uitgehaald kan worden en weer ingezet kan worden. En het feit dat hij dat gedaan heeft om die schedel zo, om dat zo inzichtelijk te maken, geeft wel weer dat het voor Petrus Pauw een belangrijk deel was van zijn collectie. Niet alleen voor Petrus overigens, maar ook voor anatomen na hem. Want ook daarna duikt deze schedel op in verschillende boeken die de inventaris van de Leidse Universiteit beschrijven. Dus ook daarna is deze schedel vaak gebruikt in colleges. Die anatomische lessen, dat waren hele grote gebeurtenissen eigenlijk. Dit was dan een zogeheten preparaat. Dat was een ding wat elk jaar opnieuw werd gebruikt in colleges om uit te leggen hoe zo'n schedel er dan uitziet. Maar naast dat er gebruik werd gemaakt van preparaten, werd er ook gebruik gemaakt van ontledingen. In de eeuwen daarvoor was het helemaal niet gebruikelijk om mensen te ontleden en baseerden artsen hun kennis van het menselijk lichaam op kennis uit de Griekse en Romeinse tijd. Nou, toen de Leidse Universiteit is opgericht, eind 16e eeuw, is er ook direct al een anatomisch theater gebouwd om ook voor de mensen die hier geneeskunde studeren, die ontledingen inzichtelijk te maken. Er is een replica in dit museum aanwezig. En dat is een heel beroemd anatomisch theater, omdat het een van de eerste was in Europa. En in zo'n anatomisch theater werd dan een lichaam langzaam, stukje bij beetje ontleed. Die mensen waren ter dood veroordeeld en dan werd er soms ontheffing voor ontleding gegeven. Daar waren niet alleen de studenten geneeskunde bij aanwezig. De burgemeester was er, de notaris was er, de adel was er. En ook alle andere professoren, of een groot deel daarvan, was daarbij aanwezig. Het kwam namelijk niet zo vaak voor dat er iemand ontleed werd. En dus als dat gebeurde, was dat heel speciaal. Er worden nog steeds anatomische lessen gegeven. Dat is eigenlijk nooit gestopt. Het is wel zo dat in Leiden, het is nog een van de weinige steden, universiteitssteden in Nederland, waar dat ook echt gebeurt. Het is namelijk heel kostbaar, het is heel tijdrovend. Maar ook nu nog is het zo dat zo'n lichaam langzaam volgens een vast programma helemaal ontleed wordt en dat studenten daardoor dan dus de werking van het menselijk lichaam leren. Een belangrijk verschil met vroeger is, toen werd de ontleding werd voorgedaan en nu is het toch wel gebruikelijk dat de studenten zelf onder begeleiding zo iemand ontleden.